belangrijk na de orkaan, en er zijn natuurlijk meerdere, zien we nu, dat de heads of state van de CARICOM bij elkaar gekomen zijn voor een spoedmeeting om af te stemmen en te kijken hoe de hulp, en Suriname heeft de eerste respons in dit kader te mogen ondernemen. Op dit moment is de status dat we een 10 ton aan hulpmiddelen van water, rijst, melk en heel wat andere zaken alvast als hulp sturen, zodat wij een signaal sturen dat er iets vanuit onze zijde gedaan wordt. Vandaag om 1 uur, als het goed is, PM, zal onze eerste vlucht daar naartoe gaan. Dat is Antigua. En de bedoeling is dat wij daar dan daarop volgend nu kijken hoe wij verder gaan. Er is een situatie natuurlijk ook dat men ondersteuning vraagt voor logistiek. Dat zullen we ook voldoen. Dus we volgen de zaken op de voet.